Ik wil jullie allereerst heel erg hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid op dit college vanavond, in deze hele mooie locatie. We komen dicht bij het einde van het SG klimaatprogramma en met ook natuurlijk de top in Parijs, zo vers op het netvlies, lijkt het niet meer dan gepast dat wij vanavond Pier Vellinga gaan vragen om wat inhoudelijker in te gaan op klimaatfeit en klimaatfictie. En ons misschien wat inzicht te geven in wat er nou concreet eigenlijk te gebeuren staat en wat onze rol daarin is. Zonder heel erg veel verder ceremonie zou ik Pier graag willen vragen om naar voren te komen. Dankjewel. Ja. Ga je gang. Oké, goedenavond. Ik begrijp, we hebben ruim een uur voor het college en dan nog vragen. Is dat de opzet van u vanavond? Jazeker. Mooi zo. Nou. Ik heb een heel verhaal, dus daar zijn we ook wel gauw een uur mee bezig. Zelf ben ik nu een jaar of 30 met dit onderwerp bezig. In 1985 werkte ik nog bij het Waterloopkundig Laboratorium. En toen hadden we al het jubileum van het Waterloopkundig Laboratorium in het teken van klimaatverandering gezet. Vanuit het Waterloopkundig Laboratorium was natuurlijk vooral de zeespiegelstijging, verandering van regenval van belang. En daarover hield ik toen lezingen op heel veel plaatsen in de wereld, totdat ik een keer in Toronto kwam, waar men zich dus vooral ook zorgen maakte over de oorzaak van klimaatverandering. En daar waren ook aanwezig Ed Nijpels en Pieter Winsemius, en die zeiden van nou, je kan nog de rest van je leven dijken verhogen, zou je niet willen inspannen om te kijken hoe die CO2 naar beneden kan. Toen ben ik van het Waterloopkundig Laboratorium overgegaan naar het ministerie van Vrom. Ik heb daar een paar jaar gewerkt aan het hele klimaatgebeuren, vooral internationaal. Maar toen het niet zoveel opschoot, was ik toch wel blij dat ik weer met onderzoek verder kon. En dat was toen op de Vrije Universiteit. Dat is nu allemaal zo ongeveer 30 jaar geleden. En ja, ik wil u daarover wat vertellen. Dus wat over de klimaatwetenschap en de ontwikkeling van het internationale beleid. Ook over aanpassing aan klimaatverandering in Nederland. Daar heb ik de afgelopen 10 jaar veel aan gedaan, ook in het kader van het Delta-programma. Nog een klein eindstapje over duurzame energie en dan wat speculeren over de uitkomst van Parijs, die nu in volle gang is. Eerst over de klimaatwetenschap. Ik kwam daar zelf in 1984 mee in aanraking. En in 1985 ook op een eerste congres in Villach, waar wat wetenschappers bij elkaar waren. Het waren er een stuk of 20. Die zeiden, we weten nu eigenlijk genoeg om dit ook op de maatschappelijke agenda te zetten. Daar was Bert Bolin bij, Amerikanen, Russen. En ik was ook vrij snel overtuigd. En dat kwam toch ook wel door dit plaatje. Dat is een laboratoriumopstelling uit 1850. Waar Tindal al aan het experimenteren was met gassen en wat die deden met warmtestraling. En hij kon toen al vrij eenvoudig bepalen dat als je in die buis waterdamp stopt, of CO2 of methaangas, dat die de stralingswarmte veel minder makkelijk doorlaten dan bijvoorbeeld zuurstof of stikstof. En hij noemde die gassen die dus die warmtestraling wat belemmeren, noemde hij broeikasgassen. En hij kon er hele formules over opstellen. En ook later kon Arrhenius al aannemelijk maken dat als we aanzienlijk veel van onze steenkool opstoken, gebruiken, dat dan die concentratie van CO2 in de atmosfeer ook zou toenemen en dat de aarde daarmee 2 tot 4 graden zou opwarmen. Dat was in 1890. Nou ja, de theorie, waarschijnlijk velen van u kennen het wel, ik noem hem toch nog even, er zitten broeikasgassen rondom de aarde, eigenlijk dankzij die broeikasgassen, die zitten dus al miljoenen jaren, is aarde, leven op aarde mogelijk. Die houden de aarde wat warmer, omdat ze de eigenschap hebben dat zonlicht gaat er dwars doorheen. Daardoor warmt de aarde op. De aarde moet zijn warmte weer kwijt, net als een radiator. En die straalt dat uit, dat zie je dus niet. En die broeikasgassen, zoals waterdamp, CO2, methaan, die houden dat een beetje tegen. Als een dekentje als het ware, waardoor die aarde gemiddeld nu een graad of 15 is en anders zou die min 18 zijn. En het geval is nu dat die concentratie toeneemt. Deze meneer Kieling heeft dat gemeten. Dus na de oorlog dachten ze, hé, misschien moeten we toch
eens toetsen of die theorie nou klopt van Arrhenius en ook van Tindal. Dus Arrhenius zei, als er je steenkool gebruikt en aardolie, aardgas, dan moet die concentratie van CO2 in de atmosfeer toenemen. Dan was de vraag, waar ga je dat meten? Nou, op Hawaii. Waarom op Hawaii? Daar was geen industrie. Daar was schone lucht, zeg maar. En die lucht, dat weten meteorologen, die gaat ongeveer 1 jaar, mengt die zich keurig rondom de hele aarde, dus ook boven Hawaii. Zou je het moeten kunnen meten wat al die fabrieken en auto's doen, ook al rijden ze niet op Hawaii. En die man mat dus keurig een stijgende lijn met de seizoenen van het noordelijk halfrond. In de herfst, als de blaadjes vallen, gaat er meer CO2 in de lucht. In het voorjaar, als de bomen groeien en het gras, dan trekt hij weer wat CO2 uit de lucht. Dus wat hier eigenlijk gebeurt, is dat een menselijke factor wordt gesuperponeerd op een natuurlijke variatie van seizoenen. En ook op een natuurlijke variatie nog van ijstijden. Maar daar komen we straks op. De jaren tot ongeveer 1990. Nou, al in de 60er jaren was deze kennis bekend. Zoals ook onlangs naar voren kwam in een rechtszaak tegen Esso, Exxon. Die wisten het toen ook al. En toen is het ook voorgelegd aan president Johnson, was midden in de Koude Oorlog. En die zei, jongens, dit kunnen we nu niet gebruiken. Wij in Amerika zijn zo afhankelijk van olie, ook in onze hele strijdmacht. En het is Koude Oorlog. Ja, ik parafraseer zijn woorden natuurlijk. Even geen gedonder met dit onderwerp. In de 70er jaren is het in het Nederlandse parlement aan de orde geweest door een Braams, VVD'er. Die was toen voor kernenergie, hij natuurlijk niet alleen. En die stelde ook vragen in de Tweede Kamer van minister. Er is een broeikaseffect. Is het niet belangrijk dat wij kerncentrales gaan bouwen in plaats van steenkool, olie en gas? Nou, hij heeft ten dele succes gehad. Hè. Er zijn toen wat kerncentrales gebouwd. Maar dat maakte er ook toe dat de milieubeweging helemaal niet hield van het broeikaseffect. Want ze waren toen toch nog veel meer tegen kernenergie dan tegen het broeikaseffect. Dus dit hele milieuvraagstuk kwam niet uit de milieuwereld, maar uit de wetenschappelijke wereld. Meteorologen en anderen, oceanografen, die hebben dus toen in zo ongeveer 87... Of nee, er was al een, het Club van Rome rapport, ja, degene die het hebben, die kunnen kijken, ik geloof bladzij 164 of zo, daar staat een prachtig grafiekje, dit grafiekje. Dat is dus al gemaakt in 1972. Dus toen konden ze dit meten en dat wist nog niemand. Toen hebben ze die lijn doorgetrokken en ik heb een paar jaar geleden die rode stipjes erin gezet. Dat zijn de metingen na het uitbrengen van het rapport van de Club van Rome. Gek hè, dat die zo precies erop zaten. En ja, het is anderzijds ook niet zo verbazend. Met het Club van Rome rapport is best veel gedaan als het gaat om pesticiden en ook om andere materialen. Maar met CO2 is eigenlijk niks mee gedaan, omdat ook onze grote industrie ging naar Zuidoost-Azië en ging daar lustig verder. En eigenlijk is er aan dat hele energiegebruik, ook ondanks die energiecrisis, is niet veel gedaan. En de projectie van de Club van Rome was dus vrij keurig. Nou, in 84 die eerste publicatie, die toen ook gezorgd hebben dat ik uiteindelijk een ander beroep koos. En hier ben ik bij geweest om de zaak op de agenda te zetten. Toen kwam in 87 dat Our Common Future rapport uit en die verbond armoede in de wereld met energiegebruik, met grondstoffen, met klimaatverandering. Die knoopte alles aan elkaar met het begrip duurzame ontwikkeling. En in Nederland had je toen het RIVM met het rapport Zorgen voor Morgen. Het stond hoog op de agenda. Het was ook in de tijd dat zoveelste tweede of derde kabinet Lubbers. En Lubbers die wou ook zeer drastisch reduceren. Ik geloof van iets van 20% per 10 jaar, wat dit kabinet niet eens aan zou durven, maar hij toen wel, in ieder geval in de politieke retoriek. En het was toen ook voorpagina nieuws en ongeveer net zo hitsig als nu, rond Parijs. En ik denk dat een aantal van u dat nog wel weten. Nou, na 1990 kreeg je dat eerste IPCC-rapport. Ja, waarom IPCC? Wij waren toen met die 20 wetenschappers
onder leiding van UNEP, het VN Milieuprogramma. En de UNEP zei toen, maak jullie maar een mooi rapport. En daar waren we mee bezig met Oppenheimer, ook van Princeton en nog wat mensen. Een rapport waar die 2 graden ook is uitgekomen als bovengrens. Maar de meteorologen en ook de politiek vond dat UNEP gebeuren toch wel wat te smal. Ze zeiden, dit is niet gewoon een milieuprobleem, dit is een veel groter probleem. Dit is ook een geopolitiek probleem. Wij willen niet dat UNEP dit trekt, dit moet meteen op een hoger VN-niveau. En toen is dat Intergovernmental Panel on Climate Change opgericht om de wetenschappers met elkaar te laten praten en evaluaties te laten doen over hoe ziet dit probleem eruit, wat weten we nog niet en wat is speculatief en wat zou je eraan kunnen doen. Dat is het IPCC. Toen opgericht en ook binnen 1,5 jaar moesten we rapporteren. Die rapporten zijn nog te traceren. Gek genoeg, als je de voorspellingen van nu, van toen ziet, dan lijken die nog heel erg op de voorspellingen van nu. In 1992 moest het dan gebeuren in de vorm van een internationaal verdrag, het kaderverdrag klimaatverandering. In Rio is dat vastgelegd, ondertekend, toen ook nog wel door George Bush, dus ook wel door de Amerikanen. Het was ook een kaderverdrag, dus daar zaten geen tanden, het had geen tanden. Later, 5 jaar later, kwam het Kyoto-protocol, dus dat had wel tanden. Dat was de bedoeling dat dan de landen zouden beginnen met reduceren, iets van 5% ten opzichte van 1990 in 2012, die periode. Maar ja, dat duurde dus totaal 8 jaar voordat dat geratificeerd was door voldoende landen. En daar hoorde Amerika niet bij. En dat was ook meteen de makke, want daardoor verloren ook de Europese bedrijven en de politiek hun enthousiasme. Als de grootste vervuiler niet meedoet, dat was toen by far Amerika, ja, wat moet je dan? Dus we hebben eigenlijk een periode van stagnatie gekend rond de politiek van maatregelen om emissie te beperken. Echt vanaf 1992 tot, nou ik zou eigenlijk zeggen, tot vorig jaar december, toen Obama afspraken maakte met Xi, president van China, om het toch samen aan te pakken. En dat was eigenlijk ook helemaal in lijn met wat er al in die eerdere 90-jarige, toen was ik onderhandelaar, ook mede namens Nederland en de Europese Unie, in die eerste, dat klimaatverdrag. En toen zeiden de Amerikanen al van het State Department, dus zeg maar van Buitenlandse Zaken, als dit een probleem is, gaan wij dat niet aanpakken in VN-verband, maar dan doen we dat bilateraal. Dan overleggen wij met China, met Brazilië, wellicht met Nigeria, van die grote olielanden. En dan nemen we op basis daarvan maatregelen. En als je geluk hebt, brengen we dat dan binnen in de VN. Nou, dat is nu ook precies zo 25 jaar later gebeurd is. Amerika, die wil zijn soevereiniteit houden over energie en CO2. China wil dat ook. Als die twee het dan eens worden om samen wat aan te doen, dan gaat het rollen. En daarom verwacht ik ook dat er in Parijs nu wel redelijk goede afspraken komen op dit gebied. En dat die 2 grote landen ook alle andere landen mee zullen slepen daarin, onder politieke druk of anderszins. Maar goed, dus bij 25 jaar stagnatie, Europa ging wel door. Het bewustzijn in Europa was groter en natuurlijk ook de implicaties waren voor Europa interessanter. Europa is altijd al grondstofarm geweest, ook energiearm. Dus CO2-arm. Onze uitstoot was toch altijd 30%, 40%, 50% minder dan dat van Amerika per hoofd van de bevolking. Dus het was ook politiek strategisch best in het belang van Europa om dit probleem te benadrukken. Want dan zou de relatief economische positie van Europa versterken en de economische positie van Amerika met heel veel energie en ook heel veel CO2 relatief verzwakken. Dat was wel een beetje de redenering. Die redenering geldt overigens nog steeds. Het Kyoto-protocol, geen groot succes, maar het liep ook af in de jaren 2010, 2012. Dus er moest wat nieuws komen en dat zou dan gebeuren in Kopenhagen in 2009. Iedereen daar naartoe, ik geloof dat er toen 10.000 mensen waren, nu een
Parijs ook 40.000. Maar in ieder geval, het was groots en chaotisch. Ik ben daar toen ook geweest. Koud en slecht georganiseerd, achteraf gezien tenminste. Maar wat iedereen zegt, het is mislukt. Ja, ik ben er toch nog wat... Ze hebben toen wel die 2 graden met z'n allen afgesproken. Het mocht niet warmer worden dan 2 graden. En dan kan je natuurlijk als onderzoeker uitrekenen hoeveel CO2 er dan nog bij mag. En dan kun je ook uitrekenen hoeveel hebben we al aan reserves in de grond zitten. Ook alle oliemaatschappijen, steenkoolmaatschappijen. En dat hebben ze gedaan in Londen, de Carbon Tracker. En die hebben dus daar na Kopenhagen aan de hand van die 2 graden ook kunnen uitrekenen dat 2/3 van de gevonden energievoorraden in de grond moet blijven zitten, als je tenminste niet, als je beneden die 2 graden wil blijven. En dat is nogal een harde verhaal wat uit die 2 graden is voortgekomen. Dus in die zin is Kopenhagen wel het begin geweest. Je hebt een doelstelling waar iedereen zich achter zet, al is het in temperatuur. Ja, die vertaalt zich natuurlijk toch op enig moment ook naar je eigen huishouding. En dat is natuurlijk waar het nu om gaat, ook in Parijs. Dan de laatste 5 jaar. Nou, Kopenhagen, wel die overeenstemming over die 2 graden doelstelling, maar geen bindende afspraak over wie doet wat. Dus iedereen ging ook weer vrolijk naar huis en deed er niet al te veel aan. Behalve de Duitsers, misschien de Denen. Er was toen ook na Kopenhagen een hele felle aanval op de wetenschap, op IPCC. Er zaten wat foutjes in het rapport. Ook echt hele gemene aanvallen op individuen in Amerika, in Engeland. Ook wetenschappers die echt gewoon kapot zijn gemaakt door zo'n negatieve pers, maar ook door persoonlijke aanvallen binnen hun eigen universiteit en van buiten. Carrières zijn gebroken toen, ook van hele goede integere wetenschappers. In 2013-14 kwam er een nieuw IPCC-rapport waarin ook de foutjes hersteld waren, maar wel met de conclusie die opwarming gaat gewoon door. Menselijke invloed voor 95% zeker in die gemeten opwarming en we koersen aan op 3 tot 5 graden stijging in 2100. Overheden doen niet zoveel, tenminste in Nederland niet, België ook niet, Duitsland wel, maar grote bedrijven namen wel unilaterale maatregelen, ook in Nederland, hè, Unilever, AXO, IKEA, Google. En Duitsland creëert eigenlijk een doorbraak op het gebied van duurzame energie. Doordat de feed-in tarief wordt dat genoemd, hè, dat je als burger ook betaald krijgt, goed betaald krijgt als je zon- of windenergie levert. Achteraf een gouden greep geweest in Duitsland. Hoewel de Nederlandse ambtenaren van EZ nog altijd zeggen het is een hele dure methode. Maar het grote voordeel is dat er nu in Duitsland geen enkele discussie is over die energiewende, over die energietransitie. Ik heb me dat laten uitleggen ook door de EZ-baas in Duitsland. Die zei, ja, iedereen heeft zich ingekocht en nu zowel rechts als links vindt dat prima, die hele energietransitie naar duurzaam. In Nederland hebben we die situatie niet bereikt. Ook doordat bij ons zeiden, ja, al die zonnepanelen, dat helpt toch niet. Maar ja, het gaat niet zo hard met zonnepanelen. Je hebt er zo ontzettend veel voor nodig, ik zal het straks laten zien. Maar de psychologisch-politieke factor is in Duitsland van groot belang geweest. Europa is toch behoorlijk verder gegaan en heeft als Europa een doelstelling van min 40% in 2030. Dat wordt voor Nederland nog heel lastig, want wij zitten nog steeds het is maar net hoe je telt, maar de CO2 zelf groeit nog steeds zelfs. Dus voor ons een hele lastige, maar in het Europese traject doen we mee. En volgend jaar zullen ook bij ons toch vrij stevige reductiemaatregelen afgesproken moeten worden, willen we binnen de Europese Unie een rol spelen, anders worden we wel gedwongen om die te spelen. Inmiddels is er ook het 5e IPCC-rapport. En die zegt ook, ja, als we niet ingrijpen, dan loopt het uit de hand, of tot 3 tot 5 graden. En alleen als je dat met orde 50% terugbrengt, wereldwijd, 80%, dus dat betekent eigenlijk voor de ontwikkelde landen die al heel veel CO2 geproduceerd hebben, dat ze tot klimaatneutraal moeten in 2050, dan kunnen we dat nog redden beneden die 2 graden. Natuurlijk allemaal met zekere onzekerheidsbanden. Nou is de vraag, hoe weten we dat zo zeker?
En ik meen gezien te hebben dat Salomon Kronenberg hier ook heeft gesproken. En die zegt dan meestal, ja, daar valt allemaal wel wat mee, klimaatverandering van alle tijden en zo. Ja, maar hij zegt ook altijd, het is niet mijn vak en ik heb er geen verstand van. Dus ik hoop dat dat ook eigenlijk verklaart. Maar toch is de veelgevraagd spreker. En dat komt natuurlijk omdat velen van ons wel graag horen dat het allemaal wel wat meevalt. En dat zie je ook nog tot op de dag vandaag met Marcel Krok. Maar waarom weten we het zo zeker? Nou, ten eerste die stralingsfysica. Ja, ik heb zelf ook zo'n proefje gedaan met gas in een pijp en een vlammetje en dan een meetapparaat. En het klopt helemaal perfect. En als je het ene gas erin doet, werkt het wel en het andere niet. Dus er is gewoon stralingstheorie, eerste orde, platte natuurkunde. We meten ook die toenemende concentraties van sinds 1958. En we kunnen aan de isotopen ook zien dat dat vooral komt door fossiele brandstoffen, die extra CO2. We weten dat op andere planeten ook een relatie is tussen temperatuur en CO2. Venus, heel veel CO2, warm, Mars, koud, weinig CO2. Inmiddels en vooral de laatste 20 jaar heel veel onderzoek gedaan, ook door het NIOS op de zeebodem, waar die sedimentlagen allemaal liggen, kun je heel precies zien wat voor beestjes daar toen zwommen en dus ook wat de temperatuur was. Reconstructies zijn gemaakt, komt ook steeds uit, warme perioden, veel CO2. En waarschijnlijk is CO2 ook altijd een soort mechanisme geweest om warme en koude tijden te creëren. Ik bedoel wel dan weliswaar in de natuurlijke ritmiek van de aarde. Maar ik denk dat we straks nog even de ijstijden krijgen. Het patroon van opwarming, daar lees je niet zoveel over, maar wat nu wel heel duidelijk uit de metingen komt, 's nachts warmt het meer op dan overdag. Dus onze gemiddelde nachttemperatuur is zeg maar 2,5 graad gestegen, ook in Nederland. Gemiddelde dagtemperatuur ongeveer 1,5 graad. En dat klopt met het broeikaseffect. Als het zonnecycli waren, dan zou dat niet zo werken. En nog een ander verhaal, het klopt ook in de hoogte. Stel u ligt in bed, ik geef u een extra deken, dan wordt u warmer. Maar de bovenkant van de deken wordt eerst kouder, omdat uw warmte die bovenkant niet meteen bereikt. Nou, dat is rondom de aarde ook het geval. Op 15 kilometer hoogte wordt het kouder, terwijl het op 10, 2 en 1 kilometer warmer wordt. Dus dit patroon van die opwarming klopt absoluut met de theorie van het broeikaseffect. En klopt op geen enkele manier met andere verhalen over zonnevlekken. Nou, de zonneactiviteiten, dat wordt ook vaak bekeken, die zijn eigenlijk niet zo groot. Als je alles optelt, die kunnen nooit verklaren dat het nu in 50 jaar even 0,6 graad warmer is geworden. En nog eens, er zijn ook geen plausibele theorieën en geen metingen die erop wijzen dat broeikasgassen dit niet zouden doen. Als ik u een klap geef, dan voelt u iets. Kun je nou een theorie bedenken dat u niks voelt? Nou ja, die moet dan ook bewezen worden. En dat heeft nog niemand gedaan hoor, niemand van die sceptici. Nou, wat zien we nu? Temperatuurstijging, tenminste bij business as usual. En bij 2 tot 5 graden, dan krijg je natuurlijk boven die 2 graden. Dat hebben we als wetenschappers, ja, dat weten we natuurlijk niet zo zeker. Gelukkig lees je nu ook in de krant, dat is een geleidende schaal. En die 2 graden is op een bepaald moment dat je denkt, nou, de aarde kan natuurlijk wel iets hebben. Ook in het verleden is het wel eens 1 graad warmer geworden, de afgelopen 10.000 jaar. Maar boven de 2, volgt ook wel uit modellen, dan zou het wel eens flink uit de hand kunnen lopen. Wat krijg je? Nou, die hittegolven, droogte, frequentie van neerslag heftiger, stijging zeespiegel, zwaardere orkanen, misoogsten, hitteperiode. Nou, in ieder geval een ander klimaat dan de natuur en de mensen gewend zijn. Dan zal die natuur zich natuurlijk wel aanpassen met schade. De mensen zullen zich ook wel aanpassen, maar ook met forse schade. En naarmate die temperatuur meer stijgt, krijg je natuurlijk meer schade. We kunnen daar misschien straks nog over praten. Maar vooral, ik kom straks wel met een plaatje. Dit is een plaatje waar een aantal mensen zich nog een tijdje aan hebben vastgeklampt. Van, het lijkt wel alsof het de laatste 10 jaar niet meer zo hard opwarmt. Nou, dat komt omdat die aarde heeft natuurlijk zelf zijn ritmiek. Van warmere periode, koudere periode en daaroverheen zit de trend.
En als je dat doet, een lineaire trend en een sinusje eroverheen, dan krijg je natuurlijk ook plaatsen waar het even stagneert. En nou ja, ik denk maar gelukkig, ja, u hoort mij dat zeggen, dat nu rondom Parijs dit jaar nou wel weer even laat zien dat het broeikaseffect wel degelijk doorzet, weer ook over die hobbels heen. Dat rode sterretje is de temperatuur tot en met november dit jaar. Dus die laat ook zien dat het gewoon doorstijgt en dat het wel even tijdelijk kan hikken. Maar dat dit de lijn is en dat dus ook die voorspellingen kloppen. En toch moet je de rekening houden dat het ook ineens sneller kan en weer wat langzamer. En we zien dat natuurlijk ook op ijskap van IJsland. Hè. Dit is de afname van de ijskap daar en dat gaat echt hard. En datzelfde is nu ook aan de gang op Antarctica. Hoewel de laatste meting was, die zei, nou het gaat toch wat minder hard. Maar we meten het ook wereldwijd aan de zeespiegel. He, dat ging zo'n beetje met 2 mm per jaar. Maar de laatste 30 jaar gaat het met orde 3,5 mm per jaar. En dit zijn satellietmetingen wereldwijd. Op de Noordzee meten we dat nog niet. Maar bij Florida meten we ongeveer het dubbele. Nou, dit zijn de patronen van opwarming zoals we die verwachten. En wat je ziet is dan, dit is de temperatuur, nou ja, noordelijk halfrond meer, omdat daar dus ook meer land is. Maar dit is dan vooral de regenval. En dan zie je rond het Middellandse zeegebied de subtropen, en ook op het zuidelijk halfrond, de subtropen, zie je een forse droogte opstaan, echt zo per graad 10% minder regen. Dus bij 3 graden 30% minder regen. Maar dat tikt wel door. Hier zie je het nog eens op een andere manier. Dat rode zijn toch de droogtegebieden, waar de droogte toeneemt. En het groen-blauwe is waar de regenval toeneemt. En Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheden dat het een beetje kan vriezen, kan dooien. Dat is voor ons niet zo slecht. Maar goed, je ziet ook de toestanden elders in de wereld. En dit is de gemeten droogte van de laatste 30 jaar. Inderdaad, ook in dat gebied Syrië, en dat laten we natuurlijk nu wat vaker zien, niet omdat er een oorzakelijk verband is direct tussen vluchtelingen en droogte, maar het helpt natuurlijk niet. Er zijn inderdaad dus heel veel boeren naar de stad getrokken daar door die droogte. En ja, dat ze daarna vervolgens in een politiek instabiel regime rebels worden, dat is hun verantwoordelijkheid, maar zo'n droogte helpt niet. Effecten van de opwarming. Nou, we hebben ze net al gehad, ik ga ze niet nog een keer noemen. Ik ga nu naar Nederland met uw welnemen. Dit is de geprojecteerde maximum zeespiegelstijging die we in Nederland zouden mogen verwachten. Dat was een vraag van de Delta-commissie, commissie Veerman, in 2008. Toen hebben we wat wetenschappers bij elkaar gehaald in Nederland. En we hebben dit plaatje gemaakt. Dat dit was ons upper-end scenario. En dat stuurde naar Veerman. Maar wat deed die blaag? Want dat is het toch wel hoor. Dus ik zeg goeie man, meneer Veerman. Maar hij zei, dit gaat het worden. Hij zei niet, dit is de upper end. Hij zei, dit wordt het. Toen stonden wij als onderzoekers natuurlijk ook een beetje gek te kijken. Moeten we nou zeggen dat hij ongelijk heeft? Want dit is de bovenwaarde. Hij zei, dit wordt het en daarom moeten we aan de gang. Nou, dat heeft toen ook tot trammeland geleid. Uiteindelijk heeft de Delta-commissaris Wim Kuiken zelfs gezegd onder druk van de PVV, nee, dit laten we buiten beschouwing, we nemen gewoon de KNMI-scenario's, die waren wat lager, want die hadden de gemiddelde voorspelling genomen, hè, dat is die oranje. Die zei van nou, we verwachten dat het zo wordt, maar de vraag van het Delta-programma was, als alles nou tegen zit, hoeveel wordt het dan? En dat is dat groene lijntje. En ook die van het KNMI moet je ook doordenken hoor. Maar goed, die zouden dan in ieder geval wat lager uitkomen. En die zouden dan, kijken of ik dit ding aan de praat krijg. Nou, dat gaat niet werken. Maar goed, dat zijn zo wat anekdotes tussendoor. Dit is natuurlijk best veel. En voor onze generatie nog wel redelijk op te vangen, ongeveer 2-3 keer zo snel dan normaal, zo snel als normaal. Maar in 2100 kom je toch al over de halve meter en later
nog meer. Ja, ik heb hier zo'n dong of zo'n stukje. Ja, dus die van het KNMI zou ook gewoon ongeveer zo doorlopen. En dat is dan de best guess. En dit is dan als het allemaal tegen zit. En tot nu toe lijkt het tegen te zitten, omdat ook Antarctica toch al aan het smelten is. En in Nederland, ook omdat Amerika dus niet zoveel deed en China ook nog lang zover niet was, hebben we ons toch maar gericht op, ja, dan moeten we onze dijken maar verhogen. Dat Delta-programma is toen gestart met watermaatregelen tegen wateroverlast. Meer aandacht voor hittegolven, groen in de stad. Ook in Delft is veel onderzocht door bouwkunde en mensen, ook in de universiteitswijk. Landbouw oriënteert zich op andere gewassen. Natuurbeleid minder op soorten gericht en meer op natuurlijke dynamiek. Nou, dit zijn zo wat plaatjes van wat er al in Nederland is gebeurd. Dit is de Overdiepse polder aan de Maas, waar de boerderijen zijn uit de polder gehaald en op terpen gezet. Dat was goedkoper dan de dijken verhogen. In Rotterdam is gewerkt aan die brede doorbraakvrije dijken, geïntegreerd in de stad. Dit is ook een bezoekje waard. De Honsbosse Zeewering, hier hebt u de bekende zeewering. En ik heb ooit plannen gemaakt om hem open te gooien, want hier ligt nog een slaperdijk. Maar dat wouden de zoetwatervogelliefhebbers niet, want hier zitten veel vogels. Want dat was het goedkoopste en ook niet zo gek. Hè? Hier ligt een mooie dijk achter, die moet je wat versterken. Maar de natuurbehoud van het zoete water heeft gewonnen. En ik denk dat de aannemers het ook wel leuk vonden. Hoor. Toen is het dit geworden. En er is een gigantisch pakket zand is er voorgelegd met nog een soort lagune. Lijkt een beetje op de zandmotor, maar dan nou ja, zo echt zo bijna 200 meter zand voor de kust. Nou, dit is de groene dijk aan de Dollard. Dus daar worden weer dijken gebouwd die wat flauwer zijn. Dat zijn ze in Duitsland ook. Dan hoef je geen beton of asfalt erop te doen. En dus ook veel robuuster, veel zwaarder. Er wordt ook gewerkt aan weer nieuwe kwelders, om dat weer wat te stimuleren. Om daarmee ook de dijken veiliger te maken. Ik ben zelf nu betrokken bij Zilte Teelt, bij de Waddenacademie. En dat gaat niet alleen om zeekraal, maar ook om pootaardappelen die meer zoutresistent zijn, worteltjes, granen, om die ook op termijn weer te kunnen exporteren, of in ieder geval die kennis te kunnen exporteren. Nou, dit is zo'n gevalletje in Kokkengen van wat meer regenval. En er zullen de komende 10 jaar nog meer van dit soort gevallen. Het is nu Engeland. Maar ja, volgende keer is het toch een stadje in Nederland. Rotterdam heeft ook een narrow escape gehad. In Delft hebben jullie dat mooie sluisje, ik weet niet, kennen jullie dat, daarbij bij de markt, hè, of tussen de markt en, is dat Verversdijk of zo? Nou, in ieder geval een heel mooi sluisje, waardoor, dat is wel leuk om te vertellen, Delftse water stond helemaal in contact met buitenwater. Dus als het buitenwater hoog wordt, stroomt de binnenstad over. En daar is nu een schotje gezet wat omhoog kan, dat als het buitenwater hoog is, dan stroomt de binnenstad niet meteen over. Dan kun je het naar buiten pompen. En daardoor kun je in Delft eigenlijk voor heel weinig kosten toch weer een jaar of 20, 30 droge voeten houden. Ja, dit zijn wat beelden uit Rotterdam. Drijvend wonen wordt dan wel eens gepropageerd. Het lijkt mij zeer onhandig hoor, want waar moeten je kinderen dan spelen en zo en je auto parkeren. Maar goed, het is wel interessant voor architecten en ingenieurs. En het gebeurt ook. Dit is zo'n waterplein in Delft. In Rotterdam. Maar ja, er is ook uitgerekend wat dit nou kost. En dat kost per kuub berging wel heel erg veel geld. Dus wat nu het volgende plan is van het waterschap rond Rotterdam, is dat in de koopgoten lijnbaan worden de winkels weer verzocht drempels te maken. Zodat het niet meteen de winkels binnenstroomt. Dus dat het water wel op straat stroomt, hè, dat mag eigenlijk ook wel. Bij u op straat vindt u het misschien ook niet zo erg, 1 keer per jaar of 1 keer per 10 jaar. Maar als die winkels instroomt, heb je natuurlijk gigantische schadepost. En dan is het goedkoopste om ze weer drempels te geven. Die zijn natuurlijk de laatste 20 jaar allemaal weggehaald. Nou ja, dan voor de koeling in de stad weer groene daken.
Ja, dan toch weer even terug naar die oorzaak van klimaatverandering. Dus je ziet, hey, in Nederland zijn we gigantisch aan het investeren, echt 20 miljard in een deltaplan en alle steden zijn aan het investeren in vergroening en in verkoeling. Maar ja, ondertussen blijft die CO2 stijgen. En het Stern-rapport, economen hebben aangegeven, ja, al in 2008, het is voor ons allemaal verstandiger en goedkoper om toch iets te doen aan die CO2-emissies. En er is ook een rapport toegekomen in 2014 met McKinsey's en grote bedrijven van, jongens, het is inderdaad ook economisch haalbaar om te kiezen voor duurzame energie en misschien CO2-opslag in plaats van aanpassen aan klimaatverandering. Want dat wordt uiteindelijk een hele dure rekening. Dus hier kwamen de eerste signalen dat het economisch ook aantrekkelijk is om CO2 te verminderen. En ook het rapport van de grote Citibank zegt dat ook. Dat is eigenlijk ook de doorbraak in denken. Dus enerzijds een doorbraak in het besef dat klimaatverandering aan de gang is en dat het vrij ernstig is. Tegelijkertijd is er in die 30 jaar ook zoveel technologie ontwikkeld dat het nu economisch aantrekkelijk wordt om het te doen. En die twee samen maken natuurlijk dat je nu al die bedrijven hoort, jongens, dit gaan we doen, dit gaan we doen. Omdat er gewoon geld te verdienen valt. In ieder geval, er valt geld te verdienen aan de eerste grote klapper en dat is die CO2, carbon dioxide, 72% van totaal. Dus persoonlijk denk ik, dit gaat wel lopen. Er is ook een bank in Nederland, de FMO, die investeert op het ogenblik in Afrika aan de lopende band in zonnepanelen en in wind. En dat gaat zo langzamerhand voor 4 cent per kilowattuur, goedkoper dan een fossiele brandstofcentrale. Dus dat gaat gewoon nu zelf zijn economische weg. Natuurlijk schijnt in Afrika wat meer de zon, maar ook in Duitsland zie je het al, als er een openbare tender is, van wilt u mij stroom leveren, dan wint wind en zon het van fossiel. Dus dat is, dan zou je zeggen, waar is nog die politiek voor nodig? Nou, die is wel nodig om een beetje te stroomlijnen, die hele transitie. En ook voor de volgende slag, want we hebben natuurlijk nog methaan. Je kan ook zeggen, we hebben natuurlijk nog het landgebruik. En ook het veenweidegebied rondom Delft, dat ademt toch een partij CO2 uit. En daar kun je heel wat auto's op laten rijden. Of auto's produceren net zoveel. Dat veenweidegebied wat naar beneden gaat, dat oxideert en dat produceert daarmee ook CO2. En koeien produceren methaan, niet alleen door de scheten die ze laten, maar door het boeren. Hè. Dus die hebben zo'n maag waar gewoon methaangas uitkomt. Ze zijn nu bij mij in Wageningen collega's aan het onderzoeken of ze koeien kunnen ontwikkelen met minder methaangas. En ze claimen dat dat een beetje lukt. Maar dan moeten ze een bolus in die maag hebben. En ze moeten genetisch wat gemanipuleerd of in ieder geval geselecteerd worden. Je wil het niet weten. Maar natuurlijk, nu is het de fossiele brandstoffensector. Hè? Dan zie je zo'n brief van hoogleraren willen de kolencentrales dicht hebben. Nou, straks willen ze natuurlijk de oliecentrales dicht hebben. Maar nog wat later, dan zeggen ze, jongens, we moeten stoppen met koeien. Ja, wat doe je dan? Dus er is nog een flinke weg te gaan. Zeker als je ziet wat er ook moet gebeuren. Dit is de groei van de broeikasgassen. En als je de economie lekker door laat rommelen, dan gaan we hierheen. Hoewel nu met die goedkope fossiele energie, duurzame energie, zal dat misschien ook van zichzelf al wat afbuigen. Maar dit is wat je moet doen, dus bijna een haakse bocht maken om binnen die 2 graden te blijven. En als wij dat nou in Nederland voor het zeggen hadden, dan zeiden we, nou, dat redden we dan wel even op. Of de Duitsers, hè, wir machen es, zeggen ze dan. Maar ja, je bent natuurlijk ook afhankelijk van China. Dit is de emissie in China. Nou, tot jaar 2000 was dat een relatief kleine speler. Hè. Hier zit de VS, daar zit Europa. En toen ging die Chinese economie groeien. En als land zijn ze nu de grootste emitteur, ook meer dan Amerika. En dat zou je misschien niet zeggen, maar per hoofd van de bevolking, dit is Europa per hoofd van de bevolking, dit is China per hoofd van de bevolking. Dus iedere Chinees, en je hebt ongeveer 1,4 miljard, produceert net zoveel CO2 als iedere Europeaan. Ja, waarom? Omdat ze natuurlijk daar gigantisch aan het bouwen zijn, net zoals wij in de 60er jaren. Dus het is wel goed dat China ook echt meedoet, anders zouden we het niet redden. De andere spelers zijn nog betrekkelijk klein. India zit ook nog niet zo hoog. Kijk, dit is India, 2,5 ton per persoon. Europa
6,5 kroon. Nederland zit op 10 ton per persoon, hoor. Dus wij zijn wel bij het vieste jongetjes van de klas in Europa. Maar dat komt door Rotterdam en door ja, natuurlijk onze dominante fossiele bedrijven en chemische raffinaderijen. VS zit nog veel hoger. Maar toch is er een revolutie gaande en misschien begint die wel in China. Dit is een 5-jarenplan van China waar ze in gaan investeren. Zoveel vernieuwbare energie. Ze willen ook nog steeds kern doen, hoewel dat relatief duur is. En kolen. En op het ogenblik zijn ze de plannen toch nog aan het bijstellen ten gunste van renewables. En dat is dus ongeveer net zoveel als Amerika en Europa samen. En dat is ook maar goed ook, want China bepaalt samen met India straks het eindspel in dat hele broeikaseffect. Zij zijn met zoveel, hè? Europa is met 500 miljoen mensen, China met 1,4 miljard, India met ongeveer 1 miljard. Dus die grote landen gaan bepalen of we beneden die 2 graden blijven. En misschien is er voor ons dan ook nog wel iets te doen, in ieder geval je eigen huiswerk en misschien ook wat te verdienen. De aanloop tot Parijs. Nou, die vernieuwbare energie breekt door met kosten per kilowattuur die kunnen concurreren of straks lager zijn dan fossiele energie. Ik zal u laten zien hoe dat gaat. De beurswaarde van kolenstroombedrijven in Amerika, maar ook in Duitsland, is met 50% tot 80% gedaald de laatste 2-3 jaar. Dat heeft veel mensen verrast. Vandaar ook dat zelfs Klaas Knot vorige week zei, of deze week nog, we moeten opletten dat met de financiering van die fossiele bedrijven, want ze kunnen failliet gaan. En dat gaan dus ook een aantal van die kolenbedrijven. Nou, de elektrische auto begint door te breken. Ik ben hier vanavond elektrisch en dat is heerlijk, zal ik u zeggen. En dat rijdt helemaal fantastisch. Wind op zee in combinatie met zonne-energie geven zicht op bijna 80% bedrijfszekerheid, ook voor een land als Nederland. In Duitsland hebben ze nu ontdekt, daar hebben ze zoveel windenergie en zoveel zonne-energie, dat ze nu kunnen kijken hoe dat werkt over dat land. En dan blijkt dat nou ja, als de zon niet schijnt, dan waait het meestal wel, of andersom. Natuurlijk is het niet genoeg om de hele winter dan door te komen, dus we zijn er nog niet. Maar vroeger dachten we dat we hooguit 20% vernieuwbare bronnen zouden kunnen hebben en dat je anders in de knoop zou komen. Maar het lijkt dat het veel meer kan zijn als je een goede combinatie van zon en wind hebt. En vooral wind op zee. Ik zal u straks wat van die plaatjes laten zien. Maar eerst nog even die beurswaarde van grote Amerikaanse coal companies, die is dus inderdaad verdampt. Het rode was hun waarde in 2010, het blauwe een paar jaar later. Dus vandaar ook, er zijn nu ongeveer net zoveel bankiers, geloof ik, in Parijs als NGO's, milieubeweging. Dat die bankiers maken zich ook zorgen. Dit is de groei van zonne-energie. En dit is een interessant plaatje, een beetje een moeilijk plaatje. Maar als ik u uitleg, snapt u het wel. Naarmate wij meer mobiele telefoons kopen, worden ze goedkoper. He, dat klopt, he, want als je er meer maakt, dan kunnen ze dat efficiënter doen. Nou, dat geldt dus ook voor zonnefabrieken, zonne-energiefabrieken. De eerste grote centrale, 500, dit is ongeveer een grote centrale, elektrische centrale, die kostte zoiets van 20 cent per kilowattuur of $200 per megawattuur. En dat is 7 jaar geleden. Zo'nzelfde centrale kost nu, ja, wat zeg ik, 20% daarvan, dus 80% minder. He, dus dit zijn steeds centrales die gebouwd zijn in 2009 nog goedkoper. En nu 2014, 2015 zit het beneden de $50 per megawattuur. In onze termen beneden de 5 cent per kilowattuur. Dat is ongeveer de prijs ook van fossiel. Dit zijn Amerikaanse grafiekjes allemaal, maar die worden ook bevestigd door projecten in Duitsland. Nou, dan zijn we het geregeld, gaan we toch lekker over op zonne-energie. Maar ja, hoeveel heb je dan nodig? De collega's van mij hebben een plaatje gemaakt. Dan moet je wel ongeveer 3 provincies hebben om 2/3 van Nederland, ook de fabrieken, hè, dus alle industrie en alle auto's, van elektrische energie te voorzien. Dus 3000 vierkante kilometer aan zonneakkers. Als we nou een paar jaar wachten,
En ze worden wat efficiënter. Dan hebben we alleen nog maar Zuid-Holland nodig. En als we nog een paar jaar wachten, hebben we alleen nog maar Limburg nodig. Tenminste, door die voortschrijdende technologie. Maar goed, we hebben ook wel tot 2050 om helemaal klimaatneutraal te worden. Maar dan moet je natuurlijk wel nu beginnen. Maar zon alleen, dat vergt dus nogal wat. Een hoop not in my backyard vragen, net als nu met windenergie. Maar goed, voordat je alle bedrijfsgebouwen en daken vol hebt, dan ben je toch al gauw 10 jaar verder. Maar dit is leuk om te zien. Met wind gaat het net zo. Dit was de windmolen in 85. Dit is de windmolen in 2010 op de Noordzee. 140 meter hoogte. En dat ding is dus dan 250, 240. En die levert 10 megawatt. Dus je hebt er wel 50 nodig om net zoveel te produceren als één gewone centrale. Maar goed, er is ook wel wat ruimte op de Noordzee. En het mooie is dan dat ze zo hoog zijn, dat ze eigenlijk altijd wind vangen. Want daarboven waait het meer naar beneden. En dus voor Nederland is eigenlijk wel de toekomst, tenminste ja, is een combinatie van zon en wind. Tenminste, dat kun je nu uittekenen. De technologie is er, de aannemers zijn er. Dus de komende 10 jaar kunnen we eigenlijk helemaal vooruit. En misschien dat er nog wel eens wat anders komt, nog slimmere dingen. Je hebt ook wel kans dat dit zo'n lock-in gaat betekenen. Als je hier eenmaal goed in bent, dan kan er straks nog wel eens waterstof komen of kernfusie. Maar het is de vraag of dat dan weer daardoor heen breekt. Wind op zee. Nou, de ambitie was om die kosten 40% te laten dalen. Dat is de basis van het Sergi Energieakkoord. Er komt een flinke stoot subsidie, meerdere miljarden, 10 miljard of zo voor wind op zee. Maar onder de afspraak met de aannemers dat ze 40% kostenreductie bereiken. Nou, eigenlijk bereiken ze dat al in 2 jaar. En nog verdienen ze er dik aan. De aannemers die zitten zowel aan de bouw als in de investeringskant. En die subsidies, nou, dat hebben ze goed geregeld met z'n allen. En ook wel voor Nederland, denk ik. Ze verdienen eraan. Maar dat betekent dus ook, het gebeurt wel puur op concurrentie. Dus ook buitenlandse bedrijven schrijven in. Mede door de lage rente gaat het nu ook zo goed met zon en wind. Want bij zon en wind kunt u zich voorstellen, heb je de kapitaalkosten in het begin. En daarna hoef je er niet zoveel mee in te stoppen. Bij een kolencentrale moet je altijd weer kolen kopen of olie. Dus die lage rente helpt ook enorm om duurzame energie concurrerend te maken. Dit zijn de wereldwijde investeringen in fossiele centrales. Dat neemt af. Dit zijn de wereldwijde investeringen in duurzame energiecentrales. Dus dat punt dat ze elkaar gepasseerd zijn was al 2-3 jaar geleden. En er is geen reden om te denken dat dat nu weer anders zou worden. Nog even over de prijzen ook van zonnepanelen en batterijen. Dit zijn de prijzen van zonnepanelen. En dit zijn de aantallen, hè, dus een logaritmische schaal en die ook. Naarmate je meer maakt, als je 100.000 maakt of je maakt 1 miljoen... dan worden ze ongeveer een factor 2 goedkoper. Dus als je 10 miljoen maakt, zijn ze alweer een factor 4 goedkoper. En dit zijn de prijsdalingen van accu's. Dus van batterijen, van auto's. En dat volgt dezelfde lijnen als die computers met al hun bits en bytes. En het zit ook, zo langzamerhand gaan Apple en Google zich hiermee bemoeien. Dus die zonnetechnologie, accutechnologie, zit in dezelfde sfeer als de ICT-technologie. Kortom, het ziet er veelbelovend uit. En naast klimaat heb je natuurlijk andere argumenten om te stoppen met die fossiele brandstoffen. Luchtverontreiniging en gezondheid, maar ook de geopolitieke aspecten. Invoer uit Rusland is natuurlijk niet altijd even leuk. Uit Saoedi-Arabië en IS nog minder. Werkgelegenheid, als je overgaat op duurzame energie, denk eens aan de bouw van die windmolens op zee. En alle zonnepanelen op daken, dat geeft gigantische impuls aan de werkgelegenheid. Regionale lokale ontwikkelingen, sociale cohesie zie je in wijkjes waar ze met z'n allen dan een coöperatie maken. Parijs 2015. Nou, het is eigenlijk, moet je zeggen, dat van een top-down beleid, waar ik ook aan heb meegewerkt toen hoor. Dat wij dachten Europees en in Europa denken we dan, oh, we hebben een vluchtelingenprobleem. Nou, dan hebben we zoveel vluchtelingen en dan verdelen we dat over de landen. En dus uit een soort verantwoordelijkheid moet iedereen daar
aan bijdragen, top-down. En zo dachten we ook met het klimaatprobleem, dat is een mondiaal probleem. We moeten allemaal 50% of 80% minderen. Nou, dan moet dat pondsgewijs verdeeld worden en de Verenigde Naties erboven als een soort superpolitieagent. Maar dat heeft het dus niet gehaald, omdat Amerika zei, ja, wij doen het zelf wel. Wij willen geen inmenging in onze energie- en CO2-politiek. En China zei precies hetzelfde. En wat er nu in Parijs is gebeurd, er komt geen top-down bindend verdrag met sancties. Nee, er komt een bottom-up verdrag. Ieder land doet zijn best op zijn manier. Zegt, dit wil ik wel doen. Ander land zegt dit, dat tel je allemaal op. Ja, dan is het natuurlijk niet genoeg. Maar dan komt er een soort, ja, mechanisme op gang van elkaar de maat nemen. Van, jij moet wat meer, jij moet wat meer. Dus via dan politiek hoop je dat ze verder gaan. Maar het is wel een, ook anders dan het Nederlandse denken. Het is eigenlijk, wij zouden ook denken van een samenwerking toch meer gebaseerd op verantwoordelijkheid. Maar wat je nu ziet, het gaat naar een samenwerking gebaseerd op nationale kansen en internationale competitie. En misschien is daar niet zoveel mis mee hoor. Zweden wil nu het eerste land in de wereld zijn wat helemaal klimaatneutraal is. Dus het wordt inderdaad een soort wedstrijd. Het is voor Zweden niet zo moeilijk met al die waterkracht, maar toch. IKEA wil in 2020 volledig klimaatneutraal zijn. Dus je ziet daar een competitie ontstaan. Nou, als dat is ten behoeve van het klimaat, dan zijn we daar denk ik wel blij om. Dus ik zie Parijs ook als een versneller van die introductie van duurzame energie. En tegelijkertijd een start over die discussie van voedsel en landbouw. Want daar is nog een flinke weg te gaan. En dan, moet het nou 2 graden zijn? En daar komen ze natuurlijk niet in Parijs. Want moet het eigenlijk niet 1,5 graad zijn? Of moet het eigenlijk niet 350 ppm zijn? Nou, ik kreeg deze week ook van wetenschappelijke vrienden in Parijs berichtjes van, nou, men stuurt er steeds meer aan dat we eerst een overshoot hebben. Dus dat we richting die 2,7 graden gaan. Maar dat er uiteindelijk ook weer technieken worden ontwikkeld om die CO2 uit de lucht te trekken. Bijvoorbeeld door biomassa dat te gebruiken voor energie. Of door CO2-afvang en het onder de grond stoppen, zoals het ROAD-project in Rotterdam. Omdat men toch wel bezorgd is dat we die 2 graden ook nog te veel is. En dat als eenmaal die ijskappen smelten, krijg je ze alleen maar te stoppen als je die CO2 weer eigenlijk behoorlijk terugbrengt, zoals het 1 jaar of 20 geleden was, 350 ppm. Ja, nou, misschien dat we dat nog meemaken met z'n allen. In ieder geval, dit was mijn introductie over het hele klimaateffect, waar ik heb geprobeerd uit te leggen dat we vrij zeker weten en dat de metingen ook wel de theorieën bevestigen. Ten tweede dat het niet hopeloos is, dat er nu hard aan gewerkt wordt en dat er dus ook kansen liggen om er in ieder geval meer aan te doen. Dat daarmee de schade nog niet is opgelost, want er zit al zoveel schade in de lucht, zoveel CO2 in de lucht, dat het nog wel een jaar of 30, 40, 50 doorgaat en zeespiegelstijging misschien nog wel een paar 100 jaar, maar het lijkt dat we er greep op krijgen. Ik dank u wel.